draadloze toetsenborden. Het is nu inmiddels echt een ding. Zie hier, de G613. Dit is ook een ding. En hoe dit ding precies werkt, zie je in deze video. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Laast.nl. Wil jij een goede aanbieding of een mooie korting ontvangen op de producten die je aankoopt, zou ik zeker daar even gaan en checken. Als eerst bekijken wij het design. En het geheel ziet er eigenlijk vrij standaard uit en straalt uit als een normaal toetsenbord, eigenlijk wat je vindt in een kantoor. Het geheel is gemaakt van plastic, maar het voelt wel enigszins degelijk aan. Het toetsenbord is vrij groot, maar persoonlijk vind ik dit niet heel erg. Ik heb hier wel de ruimte voor. Maar mensen die op zoek zijn naar echt een kleine, compacte toetsenbord, kunnen beter even verder kijken. Het heeft een polsteun wat comfortabel genoeg is, alleen is deze helaas niet te verwijderen. En het heeft ook geen RGB-lichten in het toetsenbord zelf, wat ik persoonlijk wel fijn vind voor in het donker. Helaas. Ook zie je allerlei mediaknoppen rechtsboven op het toetsenbord. Die kan ik dus echt enorm waarderen. En ik mis dit helaas toch wel een beetje op mijn eigen Corsair Streef. Het enige wat ik anders zou doen aan de mediaknoppen is een wieltje die je kan draaien voor de volume in plaats van telkens knopjes te drukken. Links van de mediaknoppen heb je nog een Bluetooth pairing knop, een 2.4 GHz wireless knop en een Windows deactiveer knop. Wat het eigenlijk doet is dat je niet tijdens het gamen per ongeluk op de Windows knop drukt. Dat je dan opeens een pop-up krijgt en je zit er van nee, niet tijdens mijn game sessie, oh, verschrikkelijk. Dat heb je dus met deze niet. Daarna zie je twee lampjes om te zien hoeveel batterij je hebt en of de caps lock aanstaat. Aan de rechterzijde van het toetsenbord heb je ook nog een aan- en uitknop. En aan de linkerzijde heb je programmeerbare macroknoppen die je naar eigen wens kan instellen via de G-Hub software. Verder gebruikt het toetsenbord twee AA batterijen die kunnen verzorgen dat je 18 maanden lang mee kan gaan met je toetsenbord. En damn, dit zijn echt dus fucking veel maanden, holy shit. Voor de rest krijg je nog een verlengkabel mee om je 2.4 GHz ontvanger, die je trouwens ook meekrijgt, in te pluggen. Very nice. En het is trouwens een klein plugje, niet zo'n gigantisch plugje. I'm watching you, JBL. En dan gaan we over naar het software. Om de macroknoppen in te stellen moet je dus de G-Hub software installeren. Deze moet je dus handmatig opzoeken en wordt niet automatisch geïnstalleerd als jij de 2.4 GHz ontvanger in je USB-poort zet. Heel jammer. Alleen heb ik zelf geen succes gehad om dit programma überhaupt te gebruiken. Het enige wat ik zag was een zwart scherm. En als ik de comments moet geloven op hun YouTube-tutorial, werkt het sowieso al best wel slecht. Dus helaas kan ik die tijd testen. Dus moet je toch naar een andere video om te zien hoe dat gaat. Sorry jongens. Dus hoe draait het nou allemaal? Merk je nou vertragingen of zijn er dingen die mij nog niet echt bevallen? Ik kan zeggen, alles draait echt supergoed en responsief. Bluetooth en 2.4 GHz werken beide echt perfect met dagelijks werk. Ga je over op gamen, moet je uiteraard de 2.4 GHz modus gebruiken om het meeste eruit te krijgen. En ik kan zeggen, je merkt echt geen verschil tussen bedraadde toetsenborden en deze draadloze toetsenbord. Het werkt echt gewoon allemaal super en responsief. Verder tikt het toetsenbord fijn en heb ik alleen gemerkt dat het wel wat luider is dan mijn Corsair Streef met de Scion switches. Ook merkte ik een soort van echo wanneer je een toets indrukt, wat ik persoonlijk best wel storend vind, vooral als ik bijvoorbeeld bezig ben met een script schrijven zoals deze. Tijdens het gamen merk je hier trouwens gewoon niet van, want dan heb je natuurlijk een koptelefoon op en dan hoor je toch niks. Dus wat vind ik van het toetsenbord? Ik beoordeel het toetsenbord een 2,5 sterren van de 3. En dan vraag jij je natuurlijk af waarom. Het toetsenbord gaat gewoon een anderhalf jaar mee op draadloos. En dat is serieus indrukwekkend. Het werkt allemaal super responsief, vooral ook met gamen. En ik merk helemaal gewoon geen verschil met bedraad. Zelf vind ik het alleen wel helaas wat basic uitzien en mocht het voor mij wat sportiever wezen. Of op zijn minst een toevoeging van backlight toevoegen. Voor de rest ziet het allemaal hartstikke goed en werkt het allemaal gewoon super. Vooral om de anderhalf jaar batterij kan ik de toetsenbord gewoon enorm aanraden. En dat was het ook wel. Laat nog even weten in de reacties als je nog vragen hebt eventueel.
En als je de video informatief, behulpzaam of wat dan ook vond, zou ik zeggen, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk als je meer wilt zien. En dan zie ik jullie allemaal weer in de volgende video. Tot ziens.